Dames en heren, welkom in Rotterdam. We gaan hier een paar mensen interviewen en we gaan het hebben over WikiLeaks. Want natuurlijk, de baas heeft natuurlijk vastgezeten en over die dingen gaan we het hebben met mensen. En kijken wat mensen in Rotterdam ervan vinden precies. Kent u WikiLeaks? Ja. Ik heb er wel over gehoord, ja, maar ik ken het niet. Ja. Ja, ik ken het ook. Ja, dat ken ik. Wat vindt u ervan? Ik vind het wel oké. Ja, ik vind goed dat het dat er iemand is die, zal maar zeggen, alle doofpotaffaires blootlegt en niet alles hoeft altijd maar weggestopt te worden door de overheid. Dus vind ik wel tof. Hoezo vindt u het tof? Nou, al die shit van Amerika en zo die dan gelekt wordt. Nou, geweldig, heel goed. Ja. Ik vind het een heel goed initiatief. Waarom vindt u dat? Omdat er documenten naar boven komen die we anders niet zouden te weten hadden kunnen komen. En daardoor ook heel veel informatie die je wel vermoedt, maar nu echt goed op een goede manier naar voren worden gebracht. Ik weet dat er op het moment een hele hoop problemen mee zijn. Dat is het enige wat ik weet. What I don't like about is that I have a lot of friends that are in the service. And I think that their lives are endangered by it. So that's why I disagree with it, pretty much. So you're not, you're very angry about it? Angry. I mean, not all of it. You know, the diplomatic stuff is different, but the military stuff, I think, should have, stayed on the down low. You know, there's always been war crimes and everything. If you go back to World War II or whatever, there's always been war crimes. And just because it happens in this war as well, doesn't mean that people's lives should be put in danger extra. People know what happens, so just because it comes out on the web doesn't mean that it's different. Duif, wat vind je van de overheid? Wat vindt u van dat de baas van WikiLeaks heeft vastgezeten? Ja, onterecht. Het is een klap voor de journalistiek. En niet alleen dat, maar het is goed dat dat soort dingen bestaan. En ik hoop dat er nog meerdere naar WikiLeaks komen. Ik vind het, kijk, hij is natuurlijk niet per se vastgezet voor het lekken van de documenten, al hadden ze dat wel graag gewild. Natuurlijk is hij opgepakt voor, ik geloof het, aanranden van vrouwen of weet ik veel wat. Ja, en daarvoor, als hij daarvoor gezeten heeft, dan heeft hij daar goed voor gezeten. Als hij dat daadwerkelijk gedaan heeft, ja, ik heb het proces niet zo nauwkeurig gevolgd, maar ja, als hij dat gedaan heeft, dan moet hij daarvoor boeten, heel simpel. Dat moet iedere man die zoiets flikt, dus hij ook, net zo goed. Vind ik een beetje raar. Ja, begrijpelijk best wel, maar wel raar. Denkt u dat internet een bedreiging wordt voor de overheid? Is het altijd al geweest? Een beetje, maar nee. Maar ik vind wel dat het eigenlijk niet mag kunnen, dat er zoveel zooi op het internet komt. Ja, dat denk ik wel. Dat is wel goed ook. Ik denk het ook. Ja. Nee, absoluut niet. Als de overheid niks te verbergen heeft, dan moet het geen probleem zijn. Ik bedoel dus, ja, wat ik zeg, het is geen bedreiging. Wat voor informatie zoekt u allemaal op het internet? Op het moment zoek ik hoofdzakelijk over werk in Nederland en zo. En dat soort dingen meer. En huizen. Ja, weet ik veel. Alles. Wat doe je niet op het internet? Nou, huizen. Vooral huizen. Wat zoek ik nog meer? Uitjes voor de kinderen. Theater, cultuur. Ja, en reizen. Ja, vooral vliegtickets. Ik doe ook wel bankzaken, mijn bankdingen doe ik op het internet. Huizen kijken, vakanties, campings, heel veel. Wat zoek jij allemaal op internet? Ik zoek spelletjes en ook ben ik soms aan het kijken hoe de huizen ook zijn. Ik heb zelf nooit die WikiLeaks dingen opgezocht, maar ik vind het gedoe eromheen wel leuk, ik volg het wel een beetje. Maar ik zoek nooit, ik hoef het helemaal niet op te zoeken en het journaal en al die rubrieken die hebben het erover, dus het is sowieso interessant. Ja, van alles en nog wat. Ik lees veel op nu.nl, elke dag eigenlijk wel, dus ik volg gewoon het nieuws. En ik hou wel van een beetje tech nieuws, dus ontwikkelingen op het gebied van computers en vooral Apple gerelateerde zaken hou ik een beetje bij, vind ik leuk om te doen. Voor de rest, ik ben zelf niet in de Assange documenten gaan spitten, zou ik maar zeggen. Om eens even te achterhalen wat Nederland wellicht in het verleden aan documenten zou hebben uitgewisseld met Amerika of allerlei andere zaken. Nee, daar heb ik me niet in verdiept, laat ik het zo zeggen. Oké, dank u wel voor het gesprek. Ja, oké, geen probleem jongens, succes. Dank u wel, super, dank u wel.